Ja, ze zijn dus hier ook alweer druk bezig met een hele zitplek. Aan de voorkant. Ja, een hele mooie zitplek. Kijk dan. Wauw. Hebben ze het hier al helemaal bestraat? Zo, kijk hé. Nice. Zo dan. Dit gaat inderdaad hard. Ja, zo licht. Jeetje, Mina. Gaat het hard, hé? Kijk. Mooie zijaanzicht, hè, zo. Zijn wel ver, hè? Een heel pleintje komt hier. Het is een hele mooie pak. Zo. Wou je nog verder kijken of was het dit? Nee? Geen lange boeken nog. Ja, Sorry.
Zo, in één keer een mooie. Deur, ja. Schaaf, heel mooi gedaan. Oh, lekker koel hier, heerlijk. Nou, toen waren we hier alweer. Het is hier tenminste lekker rustig. Huh. Nou, hier zijn ze al druk mee bezig met deze hele trambaan. Nou, dat kan je daar weer zien. Nou, alles is dus hier alweer weg. Zo dan, er is alweer een glas kapot van een deur. En daar is een deur open. Nou, nog glas kapot naar. Moet er bij een beetje op. En hieronder zit dus de ondergrondse parkeergarage.
Kijk, lief. Hier is hij kapot. Boven, een kleine? Een kleine barstwaar. Ja, en deze deur. Nee, precies dat. Hier nog een raam aan een barstwaar. Ja, en daar ook. Beide ramen naast elkaar. Maar met die tramrails gaat hard, moet ik zeggen. Mag je hier lopen? Zeker. Weet ik ook niet. Nou, en die deur is open daar. Dus. Ja, dat is ook zo. Het is wel een beetje home. Ja. LED-verlichting trouwens, enigszins. LED-verlichting? LED-verlichting. Volgens mij loop ik hier verkeerd. Ja, ik loop verkeerd hier. Maar wat is daar open? Hoe dan? Hoe dan? Even kijken, kan ik ergens daaruit? Hoe dan? Ik loop nou gewoon op een boventerrein. Alweer, maar die hek staat open, hoe dan? Hoe dan? Krach, hè? Nou ja, we lopen wel weer die kant op, ook goed. Zo, nou, we lopen weer goed hoor. Nou, dit is dus even de andere kant van een ondergronds parkeergarage. Netjes achter de hekken. Ja, maar net tussen de hekken. En waar bouwterrein. Verkeerde kant van de hekken. Hoe dan? Dan kan je zien dat die lui werkelijk is. Ja, is hoog. 22,5 meter. Open, hè? Huh? Naar boven. Ja, weet het. Zag het al. Hun problemen, niet de mijne. Ik stond gewoon weer net op een... Nou ja, dat wil ik kunnen zien. Op een... bouwterrein. Zal straks nog eens even kijken of daar een bordje stond. Maar dan had ik het dus ook hier gewoon weer doorheen kunnen lopen. Ja, hoe dan? Ja, ja. Dan is het nou en ook niet goed afgesloten. Oké, dan mag je dus in principe officieel niet op een bouwterrein komen. Waar we net waren, was een hek gewoon open zonder een bordje. Hier, bij deze hek, staat ook gewoon open zonder een bordje met verboden toegang. Dus hoe dan? Een verboden. Als ik zou willen nu, het mag niet, kan zo naar binnen lopen en zo naar de ondergronds parkeergarage. Hoe? Oké, hier staat het een en ander informatie op. Dat is leuk. Voorheen dus poort 3+4 en nu is het poort 2. Ja. Nou, en we lopen dus weer hier. Zo, dit is de hoofdingang. Dit wordt de hoofdingang. Even wachten. Welke kant ga je op? Nou, deze fietsenrekken. Dit wordt dus de bewaakte fietsenstalling. Yep. Ook handig om dat gelijk te weten. Dus dit wordt hier de bewaakte fietsenstalling. Ja. Handig. Oké, we rijden. Ja, we lopen dus nu hier. Het gaat daar aardig hard. En dan komt Roderick zo meteen via die kant op. Via die kant. En wij gaan dus ook zo meteen gewoon lopende parkeergarage in. Mag dat? Ik zie geen bordje en dat het niet mag. Weet je wat ik niet begrijp? Dit is een fietspad. En in één keer heb je een... Die vat ik niet helemaal. Nee. Thank you.
Dit is leuk, hè? Als je vanaf bovenaf kan filmen. Kun je gelijk zien hoe en hoe de winkel eruit komt te zien. Kun je niet kijken? Dan moet je echt via... Nee, lief, niet doen. Lief. Ja, ik zie het. Nee, maar je staat... Voel me... Vind ik niet fijn, dit. Ik sta voor je. Nee, lief, niet doen. Ik sta ernaast. Nou, ik weet niet wat hier komt, maar zoals wat ik heb begrepen, komt er hier dus ook weer iets van een juwelierzaak. Ik vind hem wel heel gaaf trouwens met 1, 2, 3 piramidetjes. Ja, is leuk.